Welkom in een nieuwe video. Het is maandag. Ik ben even een flesje aan het hutselen. En dan gaan we het eerste meisje een voedingje geven. Het is 8 uur. Ik ben echt super zwaar moe. Ik moet nog steeds bijkomen van het weekend. Maar dat komt goed. We gaan even super actief zijn vandaag. En dat helpt dan tegen de kater waar ik tegen kan. Oh. Terug van boodschappen doen. En het is warm. Vond je het ook warm? Jij vond het niet zo heel warm, hè? Ze vond het zelfs koud in de supermarkt. Maar ik heb het warm. Ik ben moe. Je ziet het aan mijn wallen. En we zijn aan het eten. Ik heb een carpaccio salade. En ik heb groen voor mijn brood. Wat heb jij? Hummus op mijn brood. Hummus op mijn brood. Ja. En we hebben een lekker blauw sapje. Hij is echt heel mooi. Ik weet niet of je de kleur een beetje zo kan zien, ja. Er zit blauwe spirulina in. Blauwe spirulina. Ja. Oké, ik ben bij mijn volgende afspraak. En ik zie er een beetje dingen uit, want ik ging mediteren toen ik in slaap. Heel stom. Bij de babyspa in Groningen. Maar ik wacht even op de, want ze staat vast voor de brug. Dus ik moet even wachten. En het is warm en ik heb helemaal zwart aan. Oké, jongens, ik ben weer terug van de babyspa. Ik heb daar. Even mijn tv zag. Ik heb daar een behandeling gehad. Niet in de babyspa, maar een andere behandeling. Ga ik nu zo meer over vertellen. Maar het is al best wel laat en ik heb nog niet gegeten. Dus ik ga even eten. Ik eet een salade met komkommer. Allemaal verschillende soorten sla. Een beetje kruiden, falafel en hummus. Allemaal hele voor zit erin. Dus ik ga eerst even eten. En dan ga ik jullie precies vertellen wat ik heb gedaan. Oké, ik zou jullie dus nog vertellen wat ik precies heb gedaan. Ik heb er een foto van. Laat me even kijken of ik die foto hier... Als ik een foto kan vinden, dan zet ik hem even hier neer. Van hoe ik eruit zag toen ik die behandeling kreeg. Er komt wel meer info over. Alleen, het is een behandeling. Wacht, ik ga het gewoon oplezen, want dan weet ik dat ik het op de juiste manier zeg. Het gaat om plaatselijk afvallen door middel van... ik moet het goed zeggen hoor. Het is een health trainer van Sparkle. Maak gebruik van HRS technologie, Human Resonance Technology. En combineert ultrasound, elektrostimulatie, spierstimulatie en lymph drainage. Ze gingen kijken hoe mijn lichaam in elkaar zat, hoeveel vet ik had. Ik had 37% vetpercentage. En ze kon zien dat ik heel slecht water dronk. Dus dat moet ik sowieso doen. Een beetje van de koolhydraten afblijven. Daarom heb ik dus die salade gegeten en ben ik nu vet gemotiveerd om goed bezig te gaan met mijn gezondheid. En de RS waarop we gaan richten is eigenlijk de buik, een beetje de heupen. En het is eigenlijk een mommy makeover op... Met elektronen. Snap je? Even kijken. Oh, hoe ga ik het even... Nou, je gaat dan je strevengewicht bepalen. Maar dit was die eerste keer. Dus we gingen even kijken van hoe en wat. Bijvoorbeeld hier. Ik weet niet of je nog de streepjes kan zien. Ze gaan bijvoorbeeld dit opmeten. Er zetten ze streepjes hier ook. Mijn buik, mijn billen. Of nee, niet mijn billen. Ik hou van mijn billen. Mijn buik, mijn benen, mijn bovenbenen, mijn... Net boven mijn knie, dat soort dingen. Dat heeft ze allemaal opgemeten. En toen, daarna heb ik 40 minuten aan het apparaat gezeten. En uiteindelijk ben ik in totaal 17 centimeter kwijtgeraakt. Ik ga dat nu niet laten zien, want er komt een heel verslag over en dat soort dingen. Maar ik liep in de winkel en ik merkte gewoon aan mijn benen. Want normaal, ik heb niet zo'n thigh gap, weet je, in het midden. Mijn benen zitten gewoon zo tegen elkaar aan. Zo dik zijn mijn benen. En ik merkte gewoon dat er gewoon een stuk tussen zat. Het was nog niet helemaal zo. Meestal heb je zo'n driehoekje. Dat heb ik niet. Nog niet. Maar ik merkte wel dat toen ik ging lopen, dat ik dacht, ja, maar ik ben gewoon in totaal 17 centimeter kwijtgeraakt. Met mijn benen ben ik gewoon per been 3 centimeter kwijtgeraakt qua omvang. Mijn buik 1 centimeter. Mijn armen volgens mij 1,5 centimeter. Ik ben gewoon nog steeds een beetje flabbergasted over hoe het precies allemaal zijn werk heeft gedaan. Echt. Ik moet het even allemaal verwerken. Want ik voel me serieus nu een stuk beter in mijn vel.
Dus we gaan nu echt gezond eten. Ik zou eigenlijk daarna gaan sporten, maar dat is dus niet de bedoeling. Want zeg maar, die behandeling die ik heb gehad, staat gelijk aan 6 uur sporten. En ik heb ook spierpijn. Ik ging wat van de grond pakken, toen dacht ik, en morgen heb ik waarschijnlijk ook spierpijn. Ik vertel het misschien heel warrig, want ik weet natuurlijk niet precies van hoe en wat. En ik maak het vandaag voor het eerst mee. Ik ga even een linkje onderin, hierin onderin plaatsen. En dan kan je even kijken wat het precies is. Het is de Health Trainer. Het is niet zo dat als je dit doet, dat je dan niet op je eten hoeft te letten. Nee, je moet juist gezond eten en dat soort dingen. Zodat het elkaar allemaal versterkt. Als je alleen dit doet, ga je niet het resultaat behalen wat je wilt, zeg maar. Bij mijn lichaam is de bedoeling dat het een beetje getoond werd. Weet je, toner. In plaats van superveel afvallen. Maar ik ben echt zo blij. Ik ben zo blij. Maar dit is to be continued. Nu ga ik slapen. Wat rusten. Doeg. Hey jongens, goedemorgen. Het is dinsdag. Ja, dinsdag. Ik heb Ilaletje naar school gebracht. Mies ligt lekker binnen te slapen. En ik ga even buiten aan het werk. Even lekker op mijn iPadje. Ik heb een aantal video's die ik moet doen. Maar dat ga ik vanmiddag doen. Ik moet even wat dingetjes onderzoeken. Dus dat ga ik even lekker hier in de tuin doen. Ik ben zo moe. Oh god, het is zo warm. Ik had een jumpsuit aan, maar ik heb nu even een korte broekje aangedaan. Het is echt heerlijk. Ja. Oké, guys. Het is 26 graden. Dit is mijn outfitje. Ik ga Ida van school halen. Ik heb voor haar ook nog even een ander outfitje mee. Want het is nu wel echt heel warm. En lekker. De zon is niet heel veel, maar ik moet fietsen. Mies slaapt, dus die laat ik even slapen, want ver is even thuis. Dus heerlijk. En ik heb alleen maar zin in ijsjes, ijsjes, ijsjes. Nou, het wordt langzamerhand een eetdagboek, maar dit is mijn lunch. Ik heb makreelsalade gemaakt, heel simpel. Sla, een beetje kruiden, gerookte makreel. En komkommertjes een beetje geslijst. Dat is het. Oké, wij zijn echt uberlui. En ik zeg, en ik ben de vlog van huismes aan het kijken. En ik zag haar baby en Mies ligt boven te slapen. Dus ik zei tegen Leiden, oh, ik mis Mies. En wat zeg jij? Ze is gewoon boven hoor. Ze is gewoon boven hoor. Ja. Wat gaan we doen dan? Ik ben zo uberlui. Een ijsje eten. Waar? Of gaan we eentje halen? Oké, even muziek uit. Ik heb even gedoucht, want we hebben de tuin schoongemaakt. Want we hadden maden. Maden in de grijze container. Dus ik heb even gedoucht. Dat alles schoongemaakt met schoonmaakazijn. En dat is goed voor alles. En nu even gedoucht. Oh, het idee van die maden. Oh, gatten. Maar ja, dat heb je met dit weer en de kliko heb je dat soms. Oh, ik heb zo bloedheet. Ik kan ook niet met koud water douchen. Ook al is het is gewoon 27 graden buiten. Maar ik moet gewoon minimaal 38, 39 graden douchen. Maar ja. Ja. Zo, we zijn schoon. En dan gaan we zo eten maken. Hey jongens, goedemorgen. Ik heb Ilaya naar school gebracht en boodschap gedaan. En deze kleine meid die ligt zo lief te slapen. Kijk eens hoe mooi. En ik heb een of andere schoonmaakactie of zo. Dus ik heb allemaal bedspul gekocht. En nu lekker naar huis lopen. En het wordt 28 graden jongens. Zo, we zijn weer thuis. Mies heeft 2 vaccinaties gehad. Zo leuk. En deze meid die is ook thuis. Hallo. Hallo, hallo. Wat zeg je? Ja, je knieën. Zoals gevallen. Ik heb nog even wat dingetjes geshopt voor Mies. Laat ik even zien. Ook voor mij? Nee, voor jou deze keer niet, liefie. Waarom? Omdat ik niks leuks zag voor jou. Deze romper jumpsuit. Nee, die is van je zusje. Oh, maar die heeft onder geen knopen. Oh, dat vind ik wel jammer. Want dan moet je... Oh, wat stom. Als je haar dan gaat verschoven... Waar heeft die knopen dan? Nee, dit zijn geen knopen. Oh, dat is heel stom. Als je dat moet verschonen, moet je het helemaal eraf halen. Oké, dat vind ik wat minder. Maar, dit shirtje. Sun. Allemaal van de Hema trouwens. Klein broekje. En die heb ik ook in het roze. Die is ook vet schattig. Oh, ik vind het wel jammer van deze. Misschien ga ik die toch dan even terugbrengen. Want dan is verschonen moet helemaal... Nou ja, op zich. Hij kan hier los.
Nou, we zien wel even. Maar echt super, deze broekjes zijn ook echt heel leuk. Oké, guys, gegeten en alles. Kindjes op bed en ik ga even naar Anis. Alleen Elijah zit in één keer weer in zo'n fase dat ze bang is dat ik niet terugkom of zo. Het is echt super sneu, maar ook dat ik, ja, ik kom beter daar langs. Super sneu, maar ook dat ik denk, oh, please, hou op. Ja, het is weer gewoon een of andere fase of zo. Ik weet het niet. Ik moet echt haar 100 keer geruststellen dat ik terugkom. En ik ga helemaal niet zo ver weg. Ik weet niet. Het is heel bijzonder dat ze dat in één keer weer heeft. Terwijl ze gewoon thuis is met Ferdy. Oh, zag je dat licht? Vet mooi. Dus ja, ik weet niet wat het is. Oh, lekker die wind zo, man. Zeg, bloedje heet. Morning, guys. Het is donderdag. Ik ben zo ontzettend moe. Mies is vannacht ziek geweest. Verhoging gehad. Ze heeft amper geslapen. Of ze heeft meer geslapen dan ik in ieder geval. Koffie nodig. Ik heb Kleine naar school gebracht. Mijn moeder is hier even geweest. Heb ik even mijn nagels kunnen laten doen. Oké, mijn batterij was leeg. Ik weet ook niet meer wat ik ging zeggen. Meisjes waren ziek. Slecht geslapen. Weinig geslapen. Nageltjes wel laten doen. Heerlijk. En nu gaan we Elijah ophalen. En ik heb echt het gevoel alsof ik gewoon continu bezig ben. Hier, daar. Kijk, ik heb niet eens tijd gehad om haar een beetje fatsoenlijk te doen. Het is echt vreselijk. Ja. Het is 10 uur 's avonds, maar ik moet nog even sapjes maken, want mijn voorraad is op. Wat gaat daar allemaal in? Appel, wortel, komkommer. Oh, dit zijn nog worteltjes die ik over had. Venkel en boerenkool. Ik ben bij Beautyport in Groningen, maar ik heb net een behandeling gehad, die hebben jullie gezien, maar ik had nog geen hoi gezicht. Kijk naar mijn gezicht. Oh, Klauw, mijn gezicht is zo mooi. Ja, je gezicht is prachtig. Ja, nee, maar naar die behandeling. Ja, nee. Kijk, oh, wauw. Kijk, Claudia is er weer. Maar echt, oh, super. Lekker. Ik moet niet aan mijn gezicht zitten. Oh, ik ben weer thuis en kijk eens hier. Oh. Hallo. Oh ja, wat ga je zeggen? Oh. Hallo. Pioe. Oh, wauw. Zo mooi. Maar nu gaat mama iets heel belangrijks doen, oké? En dat is eten. Ik heb lekker eten gehaald. Wat is dit? Pak soi? Ja. Oh, lekker. We hebben lekker nasi moximiti. En mijn moeder heeft op Mies gepast. Hallo, mama. Hi. Leuk jurkje aan. Dank je. Ik heb niet gekookt. Hè? Ik heb niet gekookt. Nou en? Ik ook niet. We hoeven eindelijk een keer niet te koken. Normaal koken we altijd. Ik wist nooit dat je dat erbij kreeg. Oké, let's eat. Jongens, wie kent dit ijsje? Het is zo lekker. Het is aardbei, vanille en chocola. Die chocola. Proef naar een chocoladeijs van Suriname. Wat hè? Dit is echt lekker. Het is vet lekker, hè? Ja, vet lekker. Ik zou jullie nog de goodie box of de goodie bag laten zien van gisteren van het event. Ik was aan het opruimen toen dacht ik, oh ja, dat moet ik nog even doen. Ik heb hier, nou, er zitten wat sampletjes in van Image. Ik heb hier een thank you ding. Ik wou gisteren ook maken, maar heb ik niet gedaan. En toen zag ik dat er macarons in zaten. Een roze en een groene. Lekker, die waar ik voor jullie. Dan heb ik... Oh, een briefje. Hey beauty, superleuk dat je bij ons event was. We hopen dat je een leuke en vooral lekker... Oh, ik heb echt wel een wijnstem. Ik heb veel wijn gehad. En vooral een lekkere middag hebt gehad. En dat je een leuk... een kortingscode voor 10% korting op een behandeling naar keuze. Of 10% korting op de webshop www.beautypointshop. Ik zet het even hieronder. Beautypointshop.nl. De code is beautyp10. Zet ik ook even onder...
Bij het maken van een afspraak kunnen ze de code doorgeven of tijdens het afrekenen in de webshop. Oh, dat is wel nice. Dus mocht je nog producten willen van Image Skincare, gebruik zeker even de korte Beauty P10. Dan heb ik deze gekregen. En er zat in... Oh. Het is er allemaal uitgevallen. Lekker bezig. Ja, even kijken. Ik heb natuurlijk nu wijn gehad, dus niet goed voor mijn huid, maar... De Image Skincare at Night. De Prevention Daily Matte Moisturizer. Oh, deze kreeg ik op. En die rook zo lekker. Oh, dus ik wou zeggen, ik ruik niks, maar er zit een... dingetje op. Die laat ik nog even dicht voor wanneer ik het ga gebruiken, want mijn skincare loopt nog even. En dan hebben we, dus dat is een dagcreme. Dan hebben we een Balancing Facial Cleanser. Oh, dat is wel lekker. All skin types. Apply and massage into wet skin for 1 minute and then rinse with cool water. Use morning and night. Dat is lekker. Laat ik ook nog even open. Of hij dicht. En dan hebben we hier een Hydrating Anti-Aging Serum. En Image is echt een heel fijn merk. Het is wat prijzig, maar dat komt omdat ze echt met producten werken die vanuit de binnenkant, zeg maar van binnen naar buiten werken. The Beauty from Within. Dus dat zat in de doosje. Dan heb ik nog iets van Image gekregen. Ja, een leuke tasje. Kijken wat erin zit. Oh, de Nutri-Skin Collageen Drink. Hier was ik al benieuwd naar. Ik ben benieuwd hoe dat werkt. Dan hebben we een spiegeltje met I Love Image. Nog wat sampletjes. Total Overnight Retinol Masker. Oh, dat vind ik wel fijn. Ik vind het fijn als sampletjes maskers zijn. Want daar heb je wat aan. In plaats van kleine dingetjes, weet je. Ik ben nooit iemand die sampletjes uitprobeert. Maar een maskertje vind ik wel fijn. Dan hebben we de Vitalzy Hydrating Facial Cleanser. Hey, die past bij die andere. En de Intense Brightening Serum. Oké, nou hier kunnen we wel even mee vooruit. Dan hebben we Skin Academy Pure Cleansing Facial Scrub. Ik heb lang geen scrub gehad voor mijn gezicht. Dat is eigenlijk wel een goede. Niet zo goed met het weer wat nu eraan komt. Die hittegolf, jongens. Dat is wel heel lekker. Dan hebben we een Pixi Glycolic Boost. Een sheet mask. Met glycolic acid, ginseng, hazel. Oh, misschien ga ik die vanavond wel opdoen. Ik denk dat als ik er nu een masker op doe, een sheet mask, dat ik in slaap wel. En dan hebben we van de Body Shop een shower gel in de geur ginger. Oeh, ik hou zo'n gember, jongens. Echt waar. Oh, lekker. Nou, dat was het. En dit zat in het leuke tasje. Today is a perfect day to be happy. Nou, goede afsluiter. Ik heb zo'n leuke dag gehad. Ik heb zo'n heerlijke dag gehad. Echt super fijn. Ik ga deze vlog afsluiten. Dan ga ik deze vlog editen. Dan heb ik nog 3 video's liggen van klanten. En die kan ik niet allemaal vanavond doen. Want het is al... Wow, het is al 10 verlegen. Nee. Ik ga deze editen en dan ga ik slapen. Ja, dat ga ik doen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik je in de volgende video.